We zijn in Bergen aan Zee bij het Vredeskerkje. Het Vredeskerkje die staat hier heel mooi op een heuvel en is een hele bijzondere locatie voor uitvaarten. Het heeft de lieflijkheid van een kerkje, maar het straalt toch ook weer niet het hele kerkelijk uit. Afgelopen januari heb ik hier een uitvaart mogen verzorgen. Daarvoor ben ik ook al een aantal keren hier geweest. Dit is een van de dingen die ik zo mooi vind in het vak. Een uitvaart kunnen organiseren op een bijzondere locatie. En de moderne crematoria zijn echt prachtig ingericht. Maar dit is sfeer. En dit is persoonlijk. Mensen kiezen ook voor een locatie als deze omdat ze er iets mee hebben. En dit is gewoon niet standaard. Het kerkje kan aangekleed worden zoals jij het wil. Heel mooi hangen langs de kerkbankjes. Allemaal glaasjes waar bloemen in kunnen. We doen ook soms helmgras vanuit de duinen erin doen. De familie kan hier binnenkomen, dan staat de overledene voor in de kerk. Het is zo'n andere locatie. De akoestiek is heel prachtig als je hier muziek laat horen. Het is heel intiem. We kunnen hier in goede tijden 110 mensen bij een uitvaart zijn. Dus het is best nog wel geschikt voor ook wat grotere uitvaarten. En ja, je merkt dat mensen dit bijzonder vinden. En ik vind het ook bijzonder om op zulke locaties te zijn. Die uitvaart was van een mevrouw, een zeer kleurrijk persoon. Die niks thuis wilde, maar die vooral zei van ja, mijn uitvaart moet anders zijn als andere uitvaart, maar het moet over mij gaan. Nou, het ging over haar. Dit was de plek waar zij heel veel kwam. Haar zoon woont achter deze kerk. Dus dit is voor hun een hele belangrijke locatie. En op het moment van zo'n dag van de uitvaart zie je dat ook alle puzzelstukjes in elkaar vallen. Als je met de rouwauto aankomt rijden en met de bloemen hier over het prachtige pad heen gaan. En de dierbaren met de kist de schuine bocht over het paadje lopen en dan zo hier naar binnen toe tillen. En de muziek klinkt en dat is in zo'n kerkgebouw gewoon al helemaal prachtig vanwege de akoestiek. En het licht wat met de zon wat door de ramen achter mij valt. Het is gewoon bijna af, het is bijna perfect. En dat is wat mijn vak ook zo mooi maakt.